Maar dan heb ik in ieder geval, hoef ik niet op stap en dan kan ik lekker dit boek lezen. En ik denk dat ik er heel veel plezier aan ga beleven. Ik wens je heel veel succes, ook Karen trouwens. En dat er maar veel verkocht wordt. Dank je. Als je nou zo'n lange reis maakt door die landen, merk je dan gelijk ook het verschil tussen dictatuur en democratie? Ja, dat vind ik echt een hele goede vraag. Want dat is nou precies in een aantal landen wel. Maar in een aantal andere landen, waar met name de meerderheid van de bevolking Indiaanse afkomst is, daar leefde de bevolking voor een groot deel buiten de militaire dictatuur, zelfs buiten de economie. En nu is de democratie daar en dan heb je nog steeds vaak dat hele volkeren eigenlijk zich niks aantrekken van wat er gebeurt in een verre hoofdstad, nog steeds hun eigen leven leiden. En af en toe komt er een presidentskandidaat langs door het oerwoud en die belooft ze televisie en die belooft ze water en die belooft ze elektriciteit. En dan gaan ze stemmen of niet. En dan komt er toch geen televisie en toch geen water en toch geen elektriciteit. Dus in een aantal landen maakt het niet zo heel veel verschil. Behalve dan dat de onderdrukking gewoon minder erg is. Maar de beloftes zijn eigenlijk hetzelfde en worden nog steeds niet vervuld. 35 jaar terug was je daar met je huidige vrouw. Ja, altijd prachtig als mensen zo lang bij elkaar blijven. Heb je ook nog mensen gesproken waarvan je dacht, hey, die heb ik 35 jaar geleden ook al gesproken? Ja, zeker. En daar zijn we ook naar op zoek gegaan. En ik had bijvoorbeeld een hier Argentijnse vluchtelingen die hier in Amstelveen woonden. Dat waren vrienden van ons geworden, omdat ik toen als journalist ook over Argentinië schreef. En die zijn nadat de dictatuur daar weg was teruggegaan naar Buenos Aires. En die had ik 30 jaar niet meer gezien. En die heb ik geresearched en die uiteindelijk gevonden. En toen ik daar weer zag, hij was, ik denk dat hij miljonair was, want hij was baas van een ICT-bedrijf met 400 mensen. En deze linkse revolutionair van destijds. Maar het was zo'n ontroerend weerzien met hem. Hij wist nog precies alles van mij. Ik wist ineens weer alles van hem, ook al hadden we hem 30 jaar niet meer gezien. Hij had nog wel eens contact gezocht, maar dat had ik niet echt op gereageerd. En ineens was het er weer van toen. Het was echt heel mooi, was dat. Klopt het nou, als je toch vaak merkt dat heel veel mensen in Amstelveen eigenlijk amper een idee hebben hoe het leven is in Zuid-Amerika? Ja, dat is zo. Ik denk overigens wel dat dat gaat veranderen. Want typisch van Amstelveen is dat hier een grote buitenlandse populatie leeft. We hebben de Japanners hier. Die zijn verdrongen als grootste populaties door de mensen uit India op dit moment. Maar Brazilië, Chili, Peru in mindere mate, een aantal landen daar zijn enorm economisch in opkomst. En je zult zien dat het dus behalve de Latino's die destijds gevlucht zijn en hier nog wonen, er een nieuwe generatie ook naar Nederland zal komen om voor het zaken doen. Dus van een heel ander niveau. En dan is het niet meer zo dat wij hun helpen, maar dat zij gewoon terugkomen gelijkwaardig om zaken te doen. En ik denk dat Latijns-Amerika Amstelveen ook binnenwandelt binnenkort. Waarom moeten de mensen het boek kopen? Omdat het, ook als je niet zelf reist, heerlijk wegdromen is en luisteren, want dat is het, naar hoe mensen gewoon in Latijns-Amerika praten. Lezen wat je daar kunt zien en je kan er gewoon op wegdromen en dat is de goedkoopste vakantie die je kan hebben en misschien ook wel een van de avontuurlijkste.